Hey chicks, it's Zero. In deze video speel ik deel 7 van Pokémon Scarlet. En ja, we gaan eens even kijken hoe we de volgende gym gaat. Ik weet überhaupt niet of ik het goede level ben voor de volgende gym, maar dat maakt niet uit, we gaan het zien. Nee, ik niet, man. Kom, ik weet niet hoe ik hier over kom. Ja, kom, man. Is het? Ja, dat hoeft niet, die heb ik al. Ah. Het is wel een goede game, alleen ze moeten weer kijken naar de airboxen, want het klopt echt soms geen zak van. Ze komen nog niet eens in de buurt en dan zegt hij wel dat ik maar raak. Ik weet welke Pokémon is crystallized. En Meowth, ja. Sowieso, ik wil Meowth hebben. Crystallize me off. Ik ben nou net dat ik weer naar Pokémon Center had kunnen gaan, maar goed, ja. Echt niet aan gedacht. En waarom is dit weer een vrouwtje? Ik dacht dat ik een vrouwtje heb of zo, maar ik snap je waarom het allemaal vrouwtje heb, nu ik tegenkom. Maar mijn karakter is zelf ook gewoon de boven mijn dus. En meestal krijg ik dan ook mannelijk zijn Pokémon, maar goed. Moet je daar iets meer damage doen eigenlijk. Maar ja, ik heb hem al best wel ver. Hij gaat Crystallize doen, zie ik. Ja, wat we verwachten, ja. Nummer 3, ja. Is 2 AP, maar mag niet. Ja, dat dit iets te veel damage doet. Daar heb ik precies genoeg. Maak een Pokéball in alsjeblieft. Nee, niet Etouwen. Ja, trouwens wel. Doe maar een plek van die. En of het echt goed of slecht is, waar kom ik mee om van het Pokémon? Is nergens een brug. Hey, Pikachu. Hey, Pikachu. Die moet ik hebben. En dit is ook weer een vrouwelijke Pikachu, ik snap niet wat het is. Oh, we zijn meteen met Mio in. Nee, dat niet, dat niet. Nee, nee. Gewoon normaal aanval alsjeblieft. En hey, dan kreeg ik door dat ik hem af doe. Dat is allemaal blijven wel. Nou oké, dan kan ik een Pokéball gebruiken. Ik heb wel heel handig een Pokémon, ik bedoel Pikachu vinden. Sorry Pikachu, gaat even naar de box.
Dat is ook helemaal goed. Ja, maar nou, dit is ook een match. Ja, wij is daar. Ik weet niet wat het is. Ja, ik leef het ofzo, maar ik had geen matchboek verwacht. Ik heb heel Pokémon heeft Pokémon te maken, verschrikt niet zoveel uit. Is hier geen brug? Blijf maar niet, ook niet even op de kaart kijken ofzo. Een brug of zo vinden. Het is wel eens hier. Even kijken, want hier is die positie. Dit is wel iets anders, dit is Best of the Legends. Het is niet helemaal de gym die ik eigenlijk zocht, maar goed. En ik kan hier op, en waar kan ik dan komen? Ja, hier is niks meer te doen voor de rest. Ja, behalve deze dingen. Wij zijn al de crystallized. En, voor mij hoef ik daar niet best iets voor te doen voor de crystallized. In ieder geval dat denk ik. Ik denk dan gewoon het beste hierin kan gaan. Zeg wel mijn dinners op die brug. Op bij de brug. Wij zijn mis met de hitbox. Ik wil niet aanvallen, want ze zijn oplopen. Ik heb maar één Pokémon die, die nog veel AP is en die wil ik nog even gewoon zo houden. Ik weet ook niet hoe ik moet rennen eigenlijk. Dat meen je niet. Dat kan ik niet verder, ik zal hier wel op moeten. Als we willen sprinten, gaan we nog sprinten? Dat lukt daar maar niet. Kan ik ook nog op een andere manier weg? Hij is op met al die Pokémon hier af. Oh, die 50 keer, dus ik heb die ene weer terug eigenlijk verdiend. Waar kom ik hier nou uit? Wat is dit? Ik zie hem nog ineens. Oh, die Pokémon. Het is ook wel een Pokémon, maar zo is allemaal leeg. Ook heb ik er misschien al in Pokémon over, daar maak ik niet zo voor uit. Alleen, ja, op dit moment even niet. Kijk, hey, jongen, dat is ook. Kijk terug, alsjeblieft. Ja. Pokémon lukt daar nou. Was dat die? Ik dacht dat het een zo'n vogel-Pokémon was. Dat dacht ik even, mensen zijn wel aan mij liggen. Vind je knap, die raak ik dan weer niet aan, terwijl die anderen allemaal wel. Ik had echt gedacht van, dan zal de zeggen die raak ik er hebben, heb ik ook aangeraakt. Even kijken, daar verderop is de brug. Ik toch weer ben, dan kan ik net zo goed hebben naar een Pokémon gaan. Ja, maar jij hoeft het niet te hebben. Wel deze.
Dat kun je best doen, oké. Okay. Dus je moet Pokémon naar Pokémon Center, want daar geven ze tips blijkbaar. Ik had verwacht tijdens het spel dat hij jou dan die tip geeft, zeg maar. Ik moet je voorstellen als iemand al een hele goede Pokémon heeft gevonden, dat hij dan op een gegeven moment een tip krijgt. Wij zitten vlakbij een Pokémon. Ik heb daar natuurlijk nog een Pokémon zetten, maar ja, ik wil mijn ik wil niet verspillen eigenlijk. Kijk, goed bruikt goed. Ja, dat deed de weg voor wel. Ja, ik kan ook door die rol, maar ik denk dat anders komt de Pokémon tegen en zo. Ik weet ook niet waar hier is. Van welke. Simon misschien. Dat was het of door die dokter of door die gast met de telefoon. Ik bedoel, door die hek misschien. Ik heb dat een keer gezegd of ik met de beest ga rennen. Ik moet rennen. Heb je ook Pokémon, sorry. Zo crystallized daar. Is dat, waar is dat? Oh, die afwachtige Pokémon van weet hij. Ik jammer dat de vraagtekens doet. Ja, wel natuurlijk dat ik ermee doe vechten. Er zijn veel Psyduck's hier. Die zijn er ook aardig veel, maar hij zit nog in de groep, dus valt op zich mee in plaats van de Psyduck's. Dit is niet normaal. Net zoveel als Pokémon Legends of Arceus, volgens mij zoveel Psyduck's dat hier zijn. En ik loop tegen een aan. Wat ik ook altijd vergeet is gewoon een Pokéball bij te kopen. Dan zou ik wel op zich willen gaan vechten, maar ik heb ook een Pokéball te tekort. Dan gaan we het even doen. Ben ik goed? Oh, van de Erwin. Wij hebben van hem ook missies ofzo. Ik hou het allemaal even niet bij. Ik denk wel dat ik loop. Dat zou ik zeggen in ieder geval. We gaan gewoon weer de weg, want anders wordt het commuter. Kan wel lopen natuurlijk ook. Oh, waarom doe je die doen? Ik ga natuurlijk wel lopen zoals ik denk, maar dat is toch heel tijd niet, dus ik kan gewoon best weer de leg gaan. Mij denk run. Of niet, ik kan run. Ik heb blijkbaar wel iets gedaan, maar ik bedoel, ik kreeg een damage, hij kreeg een damage dus.
dat nou misgebruikt wordt? Is dat normaal? Ja, dat is normaal, want ik kom nou weer bij in de auto. Denk in ieder geval. Ja, want ik zie er ook allemaal rond die ballen. Ja, wat is hier allemaal? Een eindje, arrived at your destination. Zo is ooit van Pokémon is dit apart. En ik dacht, ja, ze hebben ook gezegd dat we deze Pokémon ook ja, Pokémon van de fans hadden. Ik weet niet of dit er een van is. Zou wel goed kunnen. Oh ja, wij hebben dan heel de crystallized als ze maar in één keer wegvaart. Waar heb je daar allemaal? Als ik ineens een toot ben, waar heb ik er dan? Ik kan dat geen zemmings doen, joh. Ja, dat bedoel ik, ik doe nog niet eens zoveel. Er zijn ook een stom die ik gecrystallized heb gevonden, die kunnen niet eens crystallizen. Ja, dat was mijn hoofd. Misschien dat toch een hoog level zijn ofzo? Ik weet het niet. Ik weet niet wat hij bedoelt. Oh, dat maakt het niet uit, want hij is toch wel uitgeschakeld. Ik ben nog niet eens te zien wat hij bedoelt voor de damage. Ik weet nou waarom hij nou welke hele tijd aan de beurt is. Ja, dit is wel lastig aan, en anders dan. Ja, dat was het jammer. Moet er een andere massie of zo doen dan. Oh, dat is ook gas. Oh, daar wou ik helemaal niet. Waarschijnlijk gewoon een attack doen, maar goed, hij is toch wel dood. Ja, jammer. Weet hoe je bent. Wat kan ik kopen? Oh, minder. 50, ja. En ja, ik heb nog denk wat ik nou kan gaan doen dan. Even op de kaart weer even. De eerste is dus sterk.
En die vogels erbij, hè, denk ik. Nee. Daar heb ik dat soort start aangegeven, eigenlijk. Nu ook alweer helemaal hier naartoe, want het blijkt dat die Pokémon veel te sterk is. Even kijken als ik hier zit, ik moet wegvolg. Hij zegt dat hij eerst stopt. Ik weet niet. Ik denk als ik de weg zo volg, dan kom ik op een gegeven moment hier. Bij hem uit. Ja, dan kan ik hem als beste gewoon die gym daar proberen, denk ik. Ik zit wel hier maken trouwens. Maar ja, het komt ook omdat deze legendarische Pokémon kan ik ook niet inzetten, dus ja, dat schiet ook alweer. Wacht, wacht, wacht. Die moet ik hebben, die moet ik hebben, die moet ik hebben. Ben je er voorbij doet? Oh nee, is al bijna dood. Wel fijn dat ik mijn bal heb ingehaald. Oh ja, tuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja. Toen Pokémon hoor je als ik nog een zet en dan is hij dood. Nee, dit is serieus. Dit zijn natuurlijk weer vrouwtjes. Ja, ik moet hem toch echt hebben. Nou, ik denk we kunnen voor altijd blijven doorgaan hoor. Ik heb nog zelf pokeballen. Ik had iets van 50 of zo dus. Ja. Stuur maar even naar een box. Ik ga wel kijken of ik hem wil inzetten. Ja, wel jammer, want ik heb zelf wel een Gengar, maar ja. Kan ik niet inzetten. Ik ga kijken hoe ik het goed heb hoor. Ik loop ook een keer goed. Nou, ik denk de gast die alleen Gastly bedoel, alleen maar krijgt als het donker is. Nou, die dan krijgt te zien. Ja, de rest ga ik even wandelen, omdat ja, ik vind dat niet echt nodig op dit moment. Alleen heel jammer van de vorige, maar ik weet totaal niet hoeveel mijn Pokémon moeten zijn. Daar kom ik niet op blijkbaar. We lopen wel. Welke Pokémon is dat? Oh, dat is die Pokémon. Ik ga niet verder. Ja, volgens mij moet hij van mij dan kunnen klimmen ofzo, en ik kan het niet, dus ja. Wat moet hij hierop kunnen? Dat kan het niet. Nou, dan gaan we wel weer naar buiten. Erg lastig zo. Even kijken, dan heb je een deel met strand. Dan heb je hier iets en dan kun je zo hieruit, zegt hij. Wat ik ook zou kunnen doen is...
Ik weet niet of die val damage hier heeft hoor, maar ik heb hem gewoon maar aan de rand gehouden. Pak deze op. Ja. Duiken. Oh, get it. Ik weet alleen niet of je onder boven moet pakken. Ik denk boven, maar ja. Dat weet ik dus niet. Maar ja, dat vind ik zo genoeg voor al voor dit deel. Ik hoop dat je het leuk vond en vergeet natuurlijk niet om te liken en te abonneren.